Hallo dames en heren en welkom terug bij F1 2010, de Career Mode voor aflevering 3 hier in Maleisië natuurlijk. Een terugkeer van een oude klassieker, want Maleisië is sinds 2017 niet meer in het Formule 1 spel. Dus ik moet even wennen namelijk aan de besturing. Ja, Sepang dus, Maleisië. Ik verwacht er veel van. Een pittig circuit om op te rijden. Sommige bochten zijn heel irritant om te nemen. En daarom de curbs friend or, ik weet niet hoe je het zegt, foo. Ik kan niet zo goed dat uitspreken dus. Hier zijn we dan dus in de paddock in Maleisië natuurlijk. En dan gaan we gewoon beginnen. Hey legend, that was fantastic driving last race. Congratulations. Dankjewel. Hier zie je dus de driving standings. De standings. Wij leiden dus het kampioenschap met 50 punten. 2 uit 2 dus. En ik hoop er hiervan 3 uit 3 van te kunnen maken. Maar je weet het maar nooit hier. Ik hoop dat het weer mee zit. En dan gaan we gewoon beginnen voor de, wat is het? Want het is namelijk ook een verrassing voor mij namelijk wat we gaan doen. De practice of de kwalificatie. Volgens mij is het de kwalificatie. Ja, de kwalificatie dus. En die verloopt dus nat. Een natte wedstrijd. Hopelijk niet. Maar ik ben bang van wel dat er een natte race ook gaat plaatsvinden. Dus wij moeten hier alles geven om deze kwalificatie goed zien te weten doorstaan, terwijl Lucas Di Grassi er al uitgaat voor een setje intermediate. En ik ben dus benieuwd waar wij dadelijk zo meteen gaan staan. Want ik verwacht hier, ik weet niet hoe dat zegt. Ik hoop toch voor de pole position te kunnen strijden. Maar je weet het maar nooit hier in F1 2010 de Career Mode. De banden zijn er in ieder geval op en we gaan dus naar buiten in de regen. Wat hopelijk een goed teken is voor de race. Intermediate banden eronder. En de limiter wordt nu uitgezet. En dan kunnen we gaan beginnen. Het regent hier niet. Het is alleen vochtig nat. Oh, er schiet al gelijk iemand door of niet? Of was dat zo de bedoeling? Ik denk dat dat Lewis Hamilton is. In zijn McLaren of Jenson Button. Maar je weet het hier niet. De wind kunnen we alleen aanpassen. Front arrow een plusje of front arrow een minnetje. Hamilton rijdt hier dan wel in de weg. En dan zie ik hier al helemaal niks in die spray. Pakken we hier wel mooi buitenom. Dat is nou weer wel mooi meegenomen. Maar we winnen er niks mee. Want we moeten nog een tijd gaan noteren. Dit gebeurt dus allemaal in mijn outlap. En wat ik niet fijn vind, was dat Lewis Hamilton mij daar eventjes blokkeerde. Maar we hebben geen last van de print en kunnen nu gewoon onze tijd gaan laten zetten hier in Maleisië. Op het Sepang International Circuit. Als ik dat goed uit mijn hoofd zeg, zo heet dat circuit. En dan is het hier gewoon weer goed, de curbstones meepakken. Dan ook deze tweede curbstones goed meepakken. En dan is het gewoon dit rondje mooi uitrijden en dan kijken waar we dan staan. Ik verwacht, denk ik, een P. Hopelijk een P9. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Daarvoor moeten we echt harder gaan rijden namelijk. Dus het wordt hier wel lastig. Maar je weet het maar nooit hier in de kwalificatie. Want de regen brengt altijd spektakel met zich mee. Wel leuk is hier dat je het water, de spray, ook echt op het onboard beeld ziet. Want ik zie, en jullie zien hier dus nu ook, water op het scherm, terwijl wij een 1.52.6 noteren. Maar we hadden een invalided lap time hadden wij dus. Daardoor konden wij geen tijd noteren en is dit dus ons eerste officiële getimede ronde op het Sepang International Circuit. Maar we schieten helaas door vanwege een spin en dat verneukt onze ronde. Barrichello wel achter ons. Zijn Cosworth motor is enorm luid. Barrichello! Ja, dan krijg je dit. Gele vlag, Alonso zit achter ons. En deze tijd gaat heel slecht worden. Ik laat hem ook gelijk voorbij. Wie is dat daar nog meer? Barrichello, ja.
Barrichello is dus weer terug op de baan. En wij gaan, denk ik, naar binnen. Of we kunnen zeggen, we gaan gewoon lekker door. We gaan dus gewoon door en kijken wat dit rondje dan oplevert. Wij laten in ieder geval een tijd boven de 2 minuten noteren. En het is een 2 minuut 5-3. 15e. Dat kan nog harder. Dat weet ik serieus. Dat kan gewoon vele malen harder. En dus gaan we het hier gewoon opnieuw proberen. Hopelijk geen spin. We waren de auto daar wel weer bijna kwijt. Maar dit keer houden we hem mooi onder de controle. Ah, kom op. Corner cutting. En verder de lap time. En dan moeten we hier iemand voorbij zien te laten. Dat doen we dus niet. De La Rosa. Bijna een spin tot gevolg. Maar de auto mooi gered. De La Rosa in de ginbak. En wij moeten dus opnieuw onze eerste beste ronde gaan noteren. Tot nu toe. Dat is wel jammer, want we hebben al 3 ronden erop zitten. En ik ben heel benieuwd wat wij zo meteen gaan doen. Ik ga naar binnen, want ik hou het op dit moment even voor gezien. Het kan misschien zijn dat ik naar de wetbanden ga. Terwijl de limiter aanstaat. Dus we hebben even tijd om dingen te bespreken. Ik zou dus laatste. Met een 2 minuut 5. Die krassie rijdt mij er volledig uit. Dus ik denk dat we nu gewoon op de full wets naar buiten moeten. En misschien dat ene laatste rondje kunnen proberen om dat helemaal goed te rijden. Geen track limits. Geen penalties door andere coureurs. Geen oponthoud door andere coureurs. We moeten een perfect moment zien te vinden om misschien pole te kunnen pakken. En mijn ingenieur Rob zegt ook, ja, de pace had van dit, dat hadden wij niet verwacht. Ik had het zelf ook helemaal niet verwacht. We moeten nu gewoon alle zeilen bij gaan zetten om toch nog een goede plek zien te weten pakken op dit circuit. Anders is het einde oefening en dat willen we helemaal niet. 18 mensen nu op de baan, 99% kans op regen. Die is er dus, want de baan is dus nat. En mijn doel is dus 20ste of hoger finishen. En ik heb dus besloten om naar de full wet te gaan. En daar zijn we dus bij de full wet ronde. Dan is dit mijn snelste ronde en dan spreek ik jullie nadat deze ronde er weer op zit. Daar zijn we dus bij de laatste bocht over start-finish heen gekomen. Senna nog voor ons. Wij zetten een 1.44.6 neer. Op dit moment de poltijd. Fantastisch. Super. En dan is het zometeen de vraag of wij die kunnen houden. Ja, die kunnen we houden. Dankjewel Rob, that came out of nowhere, dat heeft hij al heel vaak gezegd. Maar dit kwam ook echt uit het niets, want we stonden gewoon laatste gewoon, voordat deze ronde nog begon. En dan is het nu op naar de wedstrijd hier in Sepang voor, weer hopelijk een chaotische grote prijs. Daar zijn we dus in de pitbox, we starten vanaf pole, we moeten 18e of hoger zien te finishen. En dan gaan we zo meteen beginnen met de grote prijs. Die Grassi op plek 24. De laatste plek dus. Het is wat bewolkt, maar het regent een klein beetje. Dus we starten op de intermediates.
Ik pas nog wat dingen misschien aan de car setup. Om te kijken of nog alles oké is. Alles is dus nog oké. De quick setup is hier nog beschikbaar. Ja, en ik weet niet of het nog droog gaat worden. Maar dat zien we allemaal wel. Eerst de start zien te doorstaan. En dan worden we zo meteen uit de pitbox geduwd. En dan gaan we ons klaarmaken voor de Grote Prijs van Maleisië. Volgens mij 23 ronden lang. Spektakel hopelijk. Daar zijn we dus op de startgrid. Onszelf op pole position natuurlijk. Hamilton op P2 en Lucas de Grassi op de laatste plek. En dan gaan we gewoon beginnen voor de Grote Prijs van Maleisië. Career aflevering 3. We starten vanaf pole position. Naast ons Lewis Hamilton. Daarachter Alonso. Daarachter Robert Kubica. En 10 rode lampen zijn uit. En we zijn onderweg. En we hebben een goede start. Maar Lewis Hamilton is al wat beter weg. En die kijkt daar aan de buitenkant. Maar daar is geen plek. Want hij kan er niet langs. En dan is zometeen een mooie inremactie doen naar bocht nummer 1. Een aanval van Alonso overleven wij. Wij duwen hem daar wijd. Kubica naar P2. En Massa naar P3, 4. Maar dat is nu inmiddels Fernando Alonso geworden. Nog steeds de leiding behouden in ronde nummer 1. In bocht nummer 1 en 2. En dan is het zometeen de vraag of Robert Kubica hier misschien een aanval waard. Hij kijkt daar wel naar de binnenkant. Maar daar is geen plek voor de pole. 3 seconden is hij sneller. Lees ik dat nou goed? Dat is ontzettend snel. Dat is hartstikke snel terwijl Massa Hamilton heeft veroverd voor P3. En dan is het zometeen de vraag of het Robert Kubica misschien kan profiteren van ons. Wij hebben nu een klein gaatje naar de pol geslagen. Maar deze bocht nemen we niet goed. Blokkerende banden en Robert Kubica heeft de leiding veroverd door een cruciale fout van ons. Ja, joh, nou, als dat nog niet duidelijk was, dan weet ik het ook niet meer hoor, Rob. Maar Kubica dus aan de leiding en wij moeten er dus nu als een gek achteraan om Kubica nog misschien te passeren voor de wedstrijd. 22 ronden zijn er nog te gaan, we hebben nog 22 ronden de tijd om die plek te heroveren van de pole. Anders wint de pole denk ik deze wedstrijd. Want met de intermediates en deze conditie, een natte baan, is het nooit zo lastig om echt deze positie te kunnen verdedigen. Want mensen kunnen hier niet goed aanvallen. Namelijk op een natte baan. We zetten een 1.53.8 neer. De rest allemaal minimaal 2 seconden sneller dan ons. Het gat naar Kubica is 2.1 seconden. Dat is al best wel groot. En Massa zit daar een halve seconde achter. We zijn de auto bijna kwijt daar zelfs. In bocht nummer 1. Dus we moeten heel voorzichtig aangedoen. Ronde nummer 5 inmiddels. En Kubica heeft dat gat alleen maar vergroterd en vergroterd. Dat zeg ik niet goed. Maar dat boeit helemaal niks. Massa zit achter ons. Die is sneller gegaan. Wij zetten een 1.44.1 neer. En Kubica een 1.43.9. We verliezen gewoon 2/10 op het rechte stuk. Ik denk dat Kubica deze wedstrijd al wint. Want het ziet er niet zo uit dat wij deze wedstrijd gaan winnen. We hebben wel wat moeite met de curbstones. En ook moeite met de banden. Want ik weet niet of deze banden er al aan zijn. Of aangaan op dit moment. Dat is alleen maar afwachten. Oh, oké, dankjewel Rob. De banden zien er nog goed uit. De temperatuur is nog goed. Dus dat is alleen maar mooi. Ik ben ook benieuwd wanneer deze baan opdroogt. Of wij misschien 2 keer intus, 1 keer soft. Of 1 keer intus en 1 keer soft moeten doen. Stel de baan droogt harder op. Dan gaan we al denk ik in ronde nummer 14 naar de softbanden. Of we kunnen nog langer doorgaan op de intermediates. Wat natuurlijk misschien de bedoeling is. En dan kunnen we daarna gewoon naar de softbanden gaan. Kubica is langzamer in sector 2. 1.5 zijn wij sneller dan de pol. En dan is het hopelijk misschien de vraag of wij ook de beste tijd verbeteren. Kubica is naar binnen gegaan voor een setje weet ik niet wat. Het is nog nat op de baan. Maar ik weet niet of Kubica en de rest allemaal naar de inter zijn gegaan. De pitlimiter is ingesteld. We spelen hier wel wat met de pitlimiter.
Maar ik weet dus niet of de rest allemaal naar de softbanden is gegaan. Het lijkt mij niet zo logisch om nu al naar de droge weerbanden te gaan. Terwijl de stop niet zo goed gaat. We moeten dus eerder remmen, zegt Rob. We gaan dus gewoon naar de intermediate. 10.6 heeft het geduurd. We zijn teruggevallen op P3. En de baan is nog nat. Maar Kubica is ook naar binnen dan gegaan. Maar ik weet niet naar welke band. Is hij naar de soft gegaan? Ik weet ook niet naar welke band Lewis Hamilton is gegaan. Maar in ieder geval ronde nummer 8. Dan is het zometeen de vraag of wij misschien naar Felipe Massa kunnen toerijden. Hij is wel 41.000 sneller dan Robert Kubica. Dus hij is ook snel onderweg. Ronde nummer 8, we schieten hier wel wat door. Oh, Hamilton spint en is zijn voorvleugel kwijt. Een spin bij de Brit. En dat brengt hem ver terug. Alonso heeft die plek gratis ingenomen. Dankjewel, zegt de Spanjaard tegen Lewis Hamilton. Wij blokkeren daar weer op hetzelfde punt als in ronde nummer 1. Een band. Maar dit keer houden wij de boel onder controle. 27 seconden langzamer dan onze beste tijd hier in Maleisië. En ik pas mijn strategie aan om zo meteen naar de softband te gaan. Nog geen 2 ronden later. En daar zijn we dus binnen. Dus die eerste pitstop was eigenlijk nergens voor nodig. We hebben gewoon posities verloren terwijl dat helemaal niet hoefde. De pitstop gaat dit keer wel goed. Dat is wel een positieve punt die we kunnen meenemen voor de volgende keer. Kom op, 6.8. Dus we hebben nog 11 ronden de tijd om dingen goed te maken. We komen zelfs achter Heikki Kovalainen terecht. Oh sorry, voor Heikki Kovalainen terecht. Maar we hebben gewoon een pitstop extra gemaakt. Terwijl het niet de bedoeling was. Nou, lekker dit. Oké, is gebeurd. Boeien, kunnen we niks aan doen. Nu nog de helft zien te voltooien, want we zitten op de helft. Nu gewoon naar wat nu de DJ is. Jaime Alguersuari in zijn Toro Rosso. De Spanjaard is natuurlijk nu een DJ. Maar hier is hij nog gewoon een Formule 1 coureur. Die voor mijn gevoel veel beter verdiende dan wat hij heeft gedaan voor Toro Rosso. Wou graag naar Red Bull, maar dat stoeltje ging naar volgens mij Daniel Ricciardo. En Alguersuari hield het na 2012 voor gezien. Daar zit er dan aan de binnenkant bij Jaime Alguersuari. Nou, hij geeft niet zomaar op, want hij is sterk bezig. En zit weer aan de buitenkant en dan... Mooi, die plek hebben wij veroverd. En Alguersuari verliest daar bijna zijn auto. Maar gelukkig hield hij de boel onder controle. Want anders was hij nu wel gespind. Ronde nummer 12. De volgende is Nico Hülkenberg. Die wij daarom misschien kunnen aanvallen. Ja hoor, diep inremmen bij de Duitser. Hem hier uit laten rollen. En P10 is van ons. De volgende is Kamui Kobayashi. De Japanner. En dan is het dan doorrijden naar ronde nummer 9. Auto nummer 9 natuurlijk. We zitten in ronde nummer 12. Ik was even in de war. Mijn excuses. En wij zetten een 1.39.5 neer. De snelste tot nu toe. En daar zitten we dan bij Kamui Kobayashi. Waar we diep in remmen. En P10 is van ons. De volgende heet Sebastian Vettel. 66.000 sneller in sector 2 dan mijn beste lap. En we zijn gewoon 1.3 seconden sneller dan Robert Kubica, die nog steeds de wedstrijd leidt. Ronde nummer 14. En Vettel kunnen we hopelijk misschien ook snel gaan passeren. Terwijl mijn beide voorbanden al wat slijtage tonen. Daar, ronde nummer 15, zitten we bij Sebastian Vettel. Diep inremmen bij de Duitser. We schieten wel wat door. Daardoor kan Vettel terugkomen. Maar wij duwen hem daarbij. En P9 is van ons. De volgende heet Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen. Waar wij hopelijk een mooie strijd kunnen opleveren voor de fans, voor mijn team en voor mijzelf. En niet voor Mercedes natuurlijk.
Want daar rijden we dus niet voor. Dus we hoeven daar ook niks voor te doen. Ronde nummer 17. En daar zitten we dan bij Schumacher. Hoppata, flink die bocht afgesneden. Maar P8 is van ons. Mijn linker voorband heeft het nu zwaarder dan de rest van de banden. Wat zei je Rob? Ik heb je niet zo goed verstaan. Iets met de race voorspellen waar je op begon, waar ze hadden voorspeld. Mooi dus. Daar is Vitaly Petrov de volgende. Misschien aan de binnenkant proberen. Iets te optimistisch gedacht. En we raken elkaar twee keer. Dan heeft Petrov hier een betere exit. In zijn slipstream duiken en misschien dadelijk aan de binnenkant zetten. En dan is P7 van ons. We zetten hem ook mooi aan de binnenkant. En dan is P7 dus van ons, wat ik net dus heb gezegd. De volgende heet Jensen Button. Oh, dankjewel Rob. Dat was dus een goede inhaalmanoeuvre. Dat leek dus makkelijk. Ronde nummer 20, Jensen Button, zitten we al op de hielen. En dan hier remt hij wat langzamer. Maar dan kunnen we hier vol de curbstones meenemen. En P6 is van ons. Met nog 200 te gaan. Is het Nico Rosberg die we moeten passeren. We schieten hier wel wat door. Maar hopelijk kunnen wij die positie nog vast zien te houden. Oeh, die linker voorband heeft het heel zwaar. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grootte van Maleisje. Robert Kubica gaat de wedstrijd denk ik gewoon winnen. En wij zijn 1,6 seconden sneller dan Robert Kubica. Maar nu moeten we gewoon op Nico Rosberg zien te focussen. Die linker voorband heeft het heel zwaar. En ik hoop toch echt dat hij het deze ronde lang vol gaat houden. Maar de vraag is, kunnen wij Nico Rosberg nog pakken in deze laatste ronde? De Duitser heeft een betere exit. En wij moeten nu alle zeilen bijzetten om die positie zien te veroveren van de Duitser in zijn Mercedes. Hij is toch wel een paar tienden sneller dan onszelf. 16e ongeveer. En die twee voorbanden hebben het heel zwaar. Ik hoop toch niet dat dat een lekker band wordt. En dan moeten we hier alles gaan bijzetten om Nico Rosberg misschien zien te passeren. Ja hoor. Mooi aan de buitenbinnenkant gezet. Het was de binnenkant. Vol de curbstones meegenomen. Maar die P5 is van ons. Robert Kubica wint de wedstrijd. We hebben er als vierde. En wij helaas als P5 naar een strategische blunder van mijn team. En naar een fout van mijzelf. Maar we mogen toch blij zijn dat wij mooie punten hebben meegenomen voor het team van Virgin. Geweldig. Ja, Kubica wint de wedstrijd. Massa naar 2, Alonso naar 3, we hebben 4. Onszelf naar 5, Rosberg 6, Button 7, Petrov 8, Vettel 9. Schumacher 9 en Vettel op P10. Kobayashi mist 1 punt. Nog steeds de leiding behouden. 23 punten verschil met Fernando Alonso. En hoe zit het met de constructeurs? 1 punt verliezen wij ten opzichte van Ferrari. En we zijn wel 1 punt uitgelopen op McLaren. Dus de constructeurs is heel, heel spannend. En dan gaan we gewoon zometeen door naar de interview met David Croft. Hier hebben we hem dus, David Croft, een oud bekend gezicht van F1 2019. Ja, de team is wel blij. Het was moeilijk, maar we deden het samen. Maar ik ben niet zelf, niet echt blij. Conditie van het weer. Nee. Ja, soms helpt het, soms ook weer niet. Doe maar gewoon dit antwoord. En dan zien we het wel. Mooi. Hier hebben we dus onze agent. En dan zit deze aflevering van F1 2010 de Career Mode er alweer op. Dit was het video, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloon dan met een like. Ben je nieuw kanaal nog meer? Wekelijkse aflevering van F1 2010 de Career Mode zien. Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter dan moet worden en volg me even op Instagram, link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, fijne dag nog verder en tot de volgende keer bij F1 2010 de Career Mode. Gaan we verder in China.